wedstrijd in Nederland heeft een album. Dus je had een Amsterdam tapes, je had een Rotterdam tapes, je had een Zwolle tapes, je had ook een laatje tapes. En vanuit het zuiden was er niet veel. Je hebt een Southbound CD gehad. Was ook een dove tape, alleen daar zaten meer de upcoming talents daarop. En we hadden zoiets van, het is wel tijd dat er een keer een album komt waar de gerenommeerde artiesten op staan, maar ook het begin. Heel veel talenten. Wat wij eigenlijk heel veel mensen uit het zuiden, een soort van niet dichtbij heel veel sommige van Amsterdam zitten, maar het is licht, hebben we altijd een soort van onderdorppositie. Waardoor we eigenlijk harder moeten werken voor het kleine beetje erkenning wat we hebben. Ik denk bijvoorbeeld als Zwart Licht iets in Amsterdam doet, van Kerst en Love, weet je. Maar als wij als Zieke Zuiden artiesten, dan heb ik het niet over de gevestigde naam als de Next In, of wat ook, dan is het heel moeilijk om daar een soort van reactie los te krijgen. Dus we hebben gewoon gezegd van laten we ze allemaal samen op de album gooien en naar buiten treden als één familie. Dus ja. In plaats van dat wat je heel veel in hip-hop ziet, is juist verschillende kampen en iedereen tegen elkaar. Nee, laten we gewoon verproberen als we geheel naar buiten komen. En dat was het Zieke Zuiden album. Er werd altijd een beetje neergekeken op het feit dat wij met een zachte G praten. Of dat hun dachten van dat hun voorliepen en wij achterliepen of weet ik veel. Maar ik denk dat na dit album het wel echt veranderd is. Want we hebben gewoon van de echte MC lyricism-achtige tracks naar de echte straatleven tracks, naar de dubstep zelfs, weet je. Ik denk, alles wat je wil, is ook hier in het zuiden te vinden. Dit is niet die faggot shit, dit is fucking smacken bitch. Niemand die wat zegt van dit, waar die gaat ze weg met dit. Ook al ben je niet weg van dit, why save me back in dit. Zieke zuiden gekke shit, peppers op perfectionist. Wie het grootste talent is moeilijk, want muziek is altijd een kwestie van smaak. En kijk, als je nu kijkt, je hebt Extins, dat is de grondlegger van toen. En die is nog steeds hard bezig. Als je kijkt, Frisco is op dit moment de artiest die het meeste shine pakt. En ook vind ik persoonlijk dan waar niveau het hoogst is. En dan heb je zo'n King Carvus bijvoorbeeld, zijn bedrijf, zijn groep. En Skank doet zijn ding al heel lang. Het grote talent in de wijze, ja, dat moet toch in mijn ogen toch echt King Carvus zijn. Want die man die heeft een bepaalde rijmstructuur, een bepaalde flow, een bepaalde zeg maar, swagger over zijn woorden. En het is amazing wat hij doet. Er zijn nog steeds namen waarvan ik denk van ja, die horen eigenlijk al op dit album te staan. En de omstandigheden, ja, je kan niet iedereen erop krijgen. Campy bijvoorbeeld. Campy had tracks gemaakt voor het album. Alleen toen kwam zijn tegen kanker EP. Toen heeft hij ervoor gekozen om die nummers daar op te zetten. En toen was het net een kort tijd om nog een week te nemen. De Space Case kwam uit de Melody, de cursie van de Melodia. Die jongens van het verzet. Die zaten ook net met een album die uitkomt. Die hadden we ook heel graag gedaan. En ik ben er vast nog meer vergeten hoor die erop zouden kunnen. Dus, maar je ziet wel dat de laatste jaren de aantal talenten zijn. Dus ook nog. Zeker nog een tweede album.